invulling van open huis. Maar toch denk ik, Sascha. Ja? Dat een deken wel blij is met een tunnel. Waarom? Nou, dan kan hij ondergronds toch vers wat contacten leggen met het cluster Zerum. Ja, maar dat, ik vind het eigenlijk gek. Dus dat zo'n cluster zelfstandig mag blijven. De deken deelt toch de laken zoet? Maar wat meende je hoe de weg met een tunnel gaat heten? Ik denk de 3 miljoen euro weg. Nee, Sascha, dat wordt wat apart zien. Het zal wel weer een Engelse naam weren. De Cheese van Roy Subway. Oeh, of de Dreumel Donkey Tunnel. Dat kan ook. We kunnen voortzoeken vanaf de Greenport Bikeway via de Dreumel Donkey Tunnel naar de Route 66 Bikeway naar Amerika toe. Nee, de fietspad ik hem toch niet. En in elk geval voorluipig niet. De fietspad van Brokense naar de Meldersse, die is wel kloor. De Scootwater Bikeway. Het Equestrian Center, de Pilberg, is ook kloor. Dat is toch eigenlijk wel zonder hindernissen gerealiseerd. En gezag. Ja? Ja, en de krant, hij het over een hippies Walhalla. In Horst, hè? Toen wil Jacques Poels een Walhalla verwezenlijken. Het gasthuis met herberg de troost. Nou, Sascha, met het budget wat er verstiert, zal het wel een school in troost weren. Ja, maar Rauwen Heze bestong wel 30 jaar. Het slotconcert wordt binnen een paar minuten nooit verkocht. Niet normaal. Nee. En de Totterzek, die bestongen alweer 11 jaar. Ja, maar die stond niet in het crematorium top 100. Nee, vind het gek. Zolang je zingt, hé, blijf ik plekken, gaat het de piep niet uit. Ja, op het Wilhelmineplein en in de Stienstraat blijft ook plekken. Ja, maar dat hoort van de kauwgum. Oh, maar ja. Dat heeft Annina Ronge, die heeft er een end aan gemaakt, hè? De ganse straat is schoon gekrapt. Ja, bij Dendron College nu is de kauwgumkrabben een taakstraf. Dendron heeft overigens een heel groot rapport gekregen van RTL, hè? Maar liefst 3/10. Ja, maar dat is geen nieuws van vorig jaar. Dat stond toch vandaag in de krant? Ja, dat hij er eigenlijk in motten stond, ja. Maar Ger wordt het niet zo weer verroet, maar dat stond er niet in. Het is vorig jaar gebeurd. Zoveel hebben die scholen dit jaar nog niet gedaan, dus nou mag het. Oké, en neven het Dendron is een beachvolleybalveld aangelegd. Wat? Een beachvolleybalveld. Een beachvolleybalveld op 250 kilometer van de zee. Ik vind dat net zoiets geks als een kamiel in de piel. Ja. Maar dan kan de jeugd wel fijn sporten, net als in de riet, waar niet het trampolinehaalkump Jumping XL. Ja, de gezondheid van de Horster jeugd gaat met sprongen verroet. En de mogelijkheden om te winkelen in Horst gewoon ook met sprongen verroet. Elke laatste zondag van de maand, koopzondag. Alle zondagen de supermarkten open. Zelfs eerste kerstdag kostte dat terecht. Ja. Zal het personeel niet leuk hebben gevonden? Nee, die reageerde nogal kribbig. Kerstkribbig. Ja, maar zeg nou zelf, is dat nou echt brood nodig? Ja, in Lotte wel. Daar had het door brood nodig, dan kunnen nog smits onder het motto... Met brood van smits zitten ook op zondag gebakken. En je kunt het zo pakken. Maar met al die nieuwe openingstieren kun je wel punten sparen met het pasje van het centrummanagement. Oh, dat heb ik niet. Ik heb het hallo-pasje. Oh. Hoeveel punten heeft hij al? Oh, dat zal nog niet veel zien. Ik spaar pas. Oh, maar de biep wordt niet gespaard. Die moeten weer verhoezen. Ja, en daarbij wordt de portemonnee van de burger ook niet gespaard, hè? Wat heeft het kost? Nee. 1,2 miljoen. Pff, dat is toch eens alles bijeentels wat die biep de laatste jaren gekost heeft. Nog, meg, kost ik een boek over schrijven. Nee, doe dat maar niet. Schrijf maar een boek over Horst. Zodat de mensen volgend jaar met de Horsterquiz alles makkelijk op kunnen zoeken. Oh, dat is wel handig, joh. Maar er zullen er wel biestig lastige vragen tussen, hè. Noem maar even een voorbeeld, hè. Kijk, als ik nou zeg dat wij allebei liggen. Ja? En ik zeg tegen jou dat jij ligt. En jij zegt tegen mij dat ik de waarheid spreek. Wie van ons spreekt er dan de waarheid en hij nee in deze vraag mogen staan? Maar ik dacht, moest de politiek in gewoon. Ja, die is net zo ondoorzichtig. Nee, niet lang meer.
De declaraties van de burgemeester en de wethouders weren fort openbaar. Oh, dus als de burgemeester dadelijk naar gekke mondag hier in Grubbevoors, moet hij dan voor elk pilsje een bunke vragen? Nee, dat hoeft niet. Door mij wordt niet gesjoemeld. Hoezo niet? Nou, bij sjoemel geven ze meer uit. Hè, dan geeft ze meer op als dat ze gehad heeft. Maar kels zeggen altijd dat ze er minder hebben gehad. Ja, stop maar. Stop maar weer, de boodschap is duidelijk. Weet u wie er ook stopt? Raymond Knops, die schijt roer als voorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Nou, oh, en nou? Ja, nu gaat hij wat hoogs doen bij de NAVO. Wat, wordt een dakdekker in Brussel? Nee, maar wel een topfunctie. Trouwens, we hebben veel toppers op bezoek gehad afgelopen jaar. Theo Bovens is geweest en staatssecretaris Van Dam, naar de Meldersen. En premier Rutte op de Negelsom. En Guus Hiddink, die waren de Mietrik, heb je gezegd? Ja, en ja. Guus zag dat Amerika en de Mietrik op voetbalgebied meer samen moesten gaan werken. Oh ja, samen in een sportcomplex. Ja. Amerietrik. Maar dat geeft niet. Want als die twee tegen een spelen, weer telt dan voor de toeswedstrijd? Nu, ik denk voor de scheidsrechter. Maar op de Meldersen is de voetbalclub ook gefuseerd, hè, met de Merels. En in Tienderen, op het oude voetbalveld, werden er woningen gebouwd voor arbeidsmigranten. En door is niet tegen geprotesteerd? Jawel, maar die mensen zijn boetespel gezet. Wie er niet boetespel stond, wordt de winnaar van een ondernemersprijs. Vullings, metaalbewerking en systemen. De harmonie van Horst, 90,5 punten in Remunt. Maar ja, een week tot nog voor Amerika. Eén punt meer gegund. HZPC wil geer een 50 meter bad. Zeker nog de kleine zeemeermin die ze met de Tovery Kids hebben gehad. En zo is er nog zoveel te doen en te zeggen, maar dat hoeven wij ook niet u te leggen. Scholen die het klooster in gaan. En met de wereldwinkel is het ook gedaan. In Zwolle en de Meldersen nimmer pinnen. De muziekkantine in het gasthuis is binnen. Maar dat stelt toch allemaal niks voor in een wereld vol vluchtelingen en terreur? Want kijk, 's morgens maar eens in de krant. Bijna overal op de wereld is er wat aan de hand. En we kunnen niet zeggen door stowie boete. We mogen daarvoor de ogen niet sluiten. Want dat is het linken. Een doorschuldend gevaar. Maar ondanks dat wensen wij, o allemaal, een zalig nieuwjaar. Of wat er nog van over is. Ja, dat is voor. Oké. Sasje van de Ven. En dank Joosten. Prachtige tekst. Hij komt tussen jullie in toon. En dan hoor ik ook van of Ger Gubbels, de gemeenschappelijk komt. Traditioneel ook eventjes erbij, Ger. Als bedenker van al deze tekst, dan mag je best wel een applaus voor geven. Waar komt u vandaan, de welke kant? Ja, Gubbels. Ik kreeg al die kant op, ja, daarna stond u daar.